We hebben het er van tevoren over gehad. De trieste situatie zou kunnen inspireren. Het verlies van Kozakkenboys zou kunnen inspireren. Ja, beide is niet echt gelukt volgens mij. Ja, maar voetbal is... We hebben het iedere keer over inspireren en veel inzet hebben en al die dingen meer. En door Sander ga je nog harder je best doen. Je kan niet meer je best doen als die best doen, weet je. Je haalt het zelf aan, en niet ik. Dat weet ik wel, van het kan misschien nog meer inspiratie geven. Maar voetballen doe je met je verstand en werken doe je naven, weet je. Natuurlijk moet iedereen hard werken. Maar je moet voetballen doe je wel met je verstand. En je moet de bal een goede kleur geven. En dat hebben we vandaag gewoon te weinig gedaan. We zijn... De treffer zat er heel kort op. En we hebben de treffers hebben heel veel strijd geleverd. Ja, wij willen daarin mee. En dat hebben we niet goed gedaan. En we verliezen uiteindelijk twee dode spelmomenten. Dat weten we ook dat ze daar heel erg sterk in zijn. Dan gaat de tweede goal, die gaat precies hetzelfde in als de eerste. Ja, dat is wel een beetje kwalijk natuurlijk. Wat kon je nou als trainer nou nog doen? En de rust, daarna ging het wel iets beter eventjes, maar ja, echt veel veranderde er niet. Zijn de rust, wat kun je dan eigenlijk doen? Want daarna ging het wel eventjes iets beter, maar ook niet veel. We waren gewoon niet vast genoeg aan de bal. Hè? En Mengering zat vast in het centrum. We zijn natuurlijk fysiek heel sterk. Ja, dan moet je toch, we hebben een hele opkomende backs. Op links hadden we best wel wat meer ruimte. Maar dan moet je wel eerst je vent opzoeken. En als je dat snel speelt, heb je nog geen overtal. Dus je moet eerst dreiging maken. En dan kan je misschien vrijkomen. Het was gewoon niet genoeg. Ik vind het redelijk verdiend ook nog wel. Ja. Je had een mokerslag uit kunnen delen natuurlijk, hè, in de strijd voor het kampioenschap. Hoe zit het nou binnen, je team? Ja, maar ieder elftal en zeker Katwijk, als hij verliest, dan is het heel erg down. Het is dan niet schelden op elkaar. Maar wel, iedereen is stil en iedereen heeft verschrikkelijk de pest in. Voor het weekend dachten we van, nou ja, als het verschil 5 punten blijft, dat wij winnen en Kozakkenboys wint, dan ga je vanuit. Dan zijn we tevreden. Maar ja, oké, je weet dat Kozakkenboys verloren hebt. Had je graag, je had een mokerslag uit kunnen delen. Maar oké, we staan nog steeds 5 punten voor. De wedstrijd minder gespeeld. Dus we moeten ons bij elkaar rapen en volgende week weer verder gaan. Laatste ding, in hoeverre heeft nou toch misschien die situatie, de rare afgelopen weken, meegespeeld vandaag op het veld? Zag je er iets van terug? Nee, daar moeten we het ook niet op gooien. Nee, ik geloof niet dat het er iets mee te maken heeft. We zijn gewoon op waarde geklopt. Het is... We spelen zelf op kunstgras en dan is het voetballen op groen gras is toch net even een ander spelletje. De treffers, dat heb je gezien, die zakt in, maken het heel compact. 4 centrale verdedigers die heel erg de binnenkant dekken. En dan zakken ze in. Ja, dan moet het allemaal net even wat sneller gaan, wil je de vrije man vinden. Dat deden we gewoon niet goed. Het ging te langzaam en tegen de tijd dat we dan bij die zijkanten waren. Als het dan niet snel genoeg gaat, dan kunnen zij makkelijk aanlopen. Omdat ze dan weer elkaar rugdekking kunnen geven. Dus ik dacht echt van, nou, dit wordt, ja, ook... Snel vergeten dan maar. Wat zei je? Snel vergeten dan maar. Ja, we moeten het snel vergeten en volgende week verder gaan. Mengering geschorst. Ja, dat vind ik heel raar, moet ik zeggen. Die jongen krijgt genoeg aanslagen te verwerken. Ze beginnen een opstootje en Mengering krijgt wat duur. En hij geeft alle twee, dat is makkelijk, dat is goedkoop. Maar misschien kan hij eraan denken dat de tegenstander dat misschien expres doet. Ik vind dat raar. Als hij dat terugziet, dan ik wil dat wel eens terugzien. Ik vind een rare situatie. Gewoon alle twee geel, hup, en dan ben je er weer vanaf. Maar daar ben ik voor de rest prima gefloten, maar hier ben ik het niet mee eens. Dankjewel voor je tijd. Ja. Succes.